ik ga jullie wat vertellen over mijn 5 allersnelste tips om af te vallen. Maar voordat ik daaraan begin, wil ik wel nog een klein beetje toelichten waarom ik deze video maak. Het is namelijk niet zo makkelijk als je soms denkt om af te vallen. En soms ook niet altijd zo erg nodig. Natuurlijk wil je straks helemaal in je perfecte bikini body tevoorschijn komen in de zomer. En als het om je gezondheid gaat, dan is het inderdaad belangrijk om op een goed gewicht te zitten wat bij jouw lengte en leeftijd past. Maar er zijn gewoon heel erg veel vrouwen die te veel bezig zijn met afvallen. En wat eigenlijk een beetje ten koste kan gaan van je gezondheid. Dus laten we vooropstellen dat gezond eten belangrijk is, dat eten belangrijk is. En dat ik dus ook in mijn tips niet adviseer om maar zo min mogelijk te eten, zodat je afvalt. Sterker nog, dit kan ook tegen je werken. Daar moet je heel erg goed bewust van zijn. Als je langere tijd te weinig eet, dan zul je daarna geheid last gaan krijgen van eetbuien, schommelingen in gewicht. En je gewoon meer gaat vasthouden omdat je langere tijd te weinig hebt gegeten. Oh ja, en ook nog een hele belangrijke, je zult energie gaan verliezen. Want je hebt natuurlijk eten nodig om energie te hebben. En als je geen energie meer hebt, dan ga je ook minder bewegen, minder doen. En dus val je ook weer minder snel af omdat je minder beweging hebt. Dus dat werkt eigenlijk in heel veel dingen tegen je. Dus dan wil ik eventjes een beetje tegenspreken tegen degene die zeggen, ja, afvallen is gewoon een rekensommetje, je moet minder eten dan dat je verbruikt. Dat is zo, dat klopt, theoretisch gezien. Maar de dingen die ik net noemde, die zijn wel belangrijk om in gedachten te houden als je dus volgens die manier aan de slag gaat met afvallen. Nou, hierbij dus mijn 5 tips om snel af te vallen. Ik ben zelf 30 kilo ooit afgevallen. Dat was wel echt na mijn zwangerschap. In mijn zwangerschap ben ik 30 kilo aangekomen. Ik weet dus echt hoe ongelooflijk vreselijk het is om in een lichaam te zitten waar je je gewoon niet in thuis voelt, waar je niet fijn in voelt. En ik heb er alles aan gedaan om op een gezonde manier zo snel mogelijk dat kwijt te raken. Dus, mijn 5 tips om af te vallen. Ik begin met nummer 1, de allerbelangrijkste die bij mij het meest heeft gewerkt. Toch wel, denk ik, echt in actie komen lichamelijk. Ze zeggen wel, ja, het meeste gaat om de voeding. Dat is ook zo. Daar kom ik ook echt in mijn laatste 4 tips op terug. Maar ik vind toch echt dat de beweging is gewoon zo belangrijk. Als ik zie wat voor mensen ik allemaal begeleidde toen ik heel veel met mijn fitnessopleiding bezig was. Toen zag ik echt heel erg dat bijna alle mensen die een probleem hadden met overgewicht of met te veel gewicht, waren allemaal stuk voor stuk mensen die de hele dag op kantoor aan het werk waren. We kijken te veel alleen maar naar dat uurtje sporten of fitnessen. Maar we zijn eigenlijk helemaal niet aan het nadenken over wat voor beweging we de hele dag door hebben. Dus als je gewoon echt zorgt dat je de hele dag door overal de trap pakt, voor alles de fiets pakt, dat soort dingen, dan heb je al veel meer gedaan dan wanneer je alleen maar even een uurtje zou gaan fitnessen. Denk allereerst aan je drinken. Ik heb gemerkt dat heel erg veel mensen heel erg goed bezig zijn met hun eten. Let heel erg op dat ze gezond eten en doen dat ook. En vervolgens drinken ze sapjes waar onwijs veel suiker in zit. Ook in fruit, fruitsapjes zit vaak suiker toegevoegd. Maar ook bijvoorbeeld fruitsuikers zijn ook suikers. En die tikken gewoon heel erg aan. Dus gewoon heel erg letten op je drinken is gewoon echt mega belangrijk. Wat ik zelf deed was, ik dronk eigenlijk een hele tijd alleen nog maar water en thee. Geen alcohol, geen sapjes, gewoon alleen maar water en thee. Momenteel niet meer hoor. Dat was echt toen ik heel graag snel wilde afvallen. Oké, tip 2. Als je dan al calorieën gaat tellen. Ik ben niet echt een heel erg voorstander van calorieën tellen. Want ik vind dat je er een beetje in kan doorslaan. En dat er veel een obsessie kan worden. Want al je eten bijhouden en helemaal als je het ook nog eens gaat afwegen, dat is niet echt haalbaar. Zeker niet als jij gewoon een fulltime baan hebt of kinderen hebt enzovoorts. Maar als je het dan wel gaat doen, gebruik dan Fitnesspal. Dat is een app. Daarmee kun je zelfs in de supermarkt dingen scannen. En dan kun je al direct zien wat erin zit en hoe gezond het is en wel of niet. Je leert ook heel goed om etiketten te lezen. Je leert dus goed wat er in welke voeding zit. En dat is heel erg handig als je veel wil afvallen. Want dan zul je ook moeten weten, tip 3, dat er namelijk
in bepaalde voeding gewoon dingen zitten die je nodig hebt voor je energie. Dus mijn derde tip is, eet dingen die je energie geven waar je wat aan hebt. Bijvoorbeeld langzame koolhydraten, die kun je heel goed als avondeten eten. Dan heb je de volgende dag gewoon echt meer energie. Denk bijvoorbeeld aan volkoren pasta, zilvervliesrijst, zoete aardappel, dat soort dingen. Maar skip echt heel erg de andere soorten koolhydraten en al helemaal de suikers. Want dat zijn snelle koolhydraten en daar heb je heel kort energie van en ook heel snel weer nieuwe van nodig. Dus langzame koolhydraten, dat geldt voor het ontbijt trouwens, havermout. En dan niet havermout met allerlei dingetjes toegevoegd om het lekkerder te maken. Nee, als je het echt lekker wil maken, gooi er dan een banaantje of iets doorheen, maar kies echt voor havermout. Dan zijn we alweer bij tip 4 en dat is laat het los. Ga niet steeds op de weegschaal staan, want dan ga je echt niks zien. Binnen 3 weken, dat heeft gewoon echt even tijd nodig. En het loslaten van dingen maakt het relaxter, maakt het dat je er minder obsessief mee bezig bent. En dat maakt het eigenlijk ook beter voor jezelf, voor je gevoel, voor alles. En het is wel de bedoeling dat je er natuurlijk actief mee bezig bent, maar alleen echt op dat gewicht focussen, dat is gewoon niet handig. Dat moet je gewoon echt loslaten. Ik heb zelf niet eens een weegschaal. Ik heb er ook nooit op gestaan in de tijd dat ik heel erg veel bezig was met afvallen. Want ik had zoiets van, nou, ik ga er gewoon voor. Ik doe mijn best. En dan zie ik het wel. En dan geeft het ook meer voldoening als je na wat langere tijd gaat kijken. En dat er dan wel echt, dat je echt denkt van, wat? Serieus? Hoe dan? Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk. En dan mijn allerlaatste tip, mijn 5e tip, dat heb ik eigenlijk een beetje uit mijn eigen ervaring. Ik vind het zelf altijd heel erg makkelijk om me aan voedingsschema's te houden. Ik heb namelijk voedingsschema's ook in mijn eigen e-book. Als je daar trouwens interesse in hebt, ik zal even een link hieronder inzetten. Maar daar heb ik voedingsschema's waarbij ik gewoon echt wel makkelijke dingen eet, zoals volkoren broodjes en ja, gewoon wel makkelijke dingen. En je kan ook eigenlijk niet zo snel te veel eten van dingen. Je hoeft ook niks af te gaan meten of wegen. Want het is gewoon de bedoeling dat je wel continu genoeg eet. Maar dan meerdere keren per dag. Maar goed, dat even terzijde. De dingen waar ik zelf het meest moeite mee had, dat waren bijvoorbeeld feestjes. Dan kwam ik op een feestje en dan zei iemand, ja, wil je een stukje taart? En dan zat ik echt wel, En dan, ja, dan zegt natuurlijk die ander al heel snel van, ah joh, je kan dat echt wel hebben. En ja, als je het gewoon eigenlijk niet mag van jezelf, dan is dat dan heel erg moeilijk om nee te zeggen. Maar wat nou wel helpt, is als je al bijvoorbeeld al van tevoren hebt bedacht wat je gaat zeggen als zij jouw taart aanbieden. Dat je bijvoorbeeld al van tevoren hebt bedacht van, nou, dan ga ik dit of dit zeggen of ik ga dit vragen als alternatief of ik neem zelf misschien iets mee. En zo geldt het ook voor drankjes. Heel vaak zeggen ze, wat wil je drinken? Of op een feestje, wat wil je drinken? En dan sta je vaak voor het blok, want dan denk je, oh ja, ik kan natuurlijk niet gewoon aan het water gaan hier. Dus als ik saai, dus ook niet leuk voor mezelf. Maar ja, wat moet ik nou eigenlijk drinken? Wat kan ik nou eigenlijk drinken? Dus ja, dat is wel fijn als je dat eventjes van tevoren voor jezelf hebt bedacht. Van nou, daar zit niet zoveel in. Dat kan ik wel nemen of dat kan ik wel vragen. Dus dat scheelt eigenlijk ook al een hoop. En zo zijn er nog veel meer tips. Dit was allemaal niet in 1 video. Maar daarom dacht ik, ik maak even een video over de 5. Voor mij de belangrijkste dingen die mij het beste hebben geholpen naar mijn idee. En als je meer wilt weten, abonneer je zeker even op mijn YouTube kanaal hier. En je mag ook altijd wat vragen onder de reacties hieronder. En ik heb ook een e-book, Oh My Fitness. En dat e-book dat geef ik 1 keer in de maand 10 keer weg. En als je daar kans op wil maken, laat dan ook even je reactie hieronder achter. Zodat ik je weet te vinden als ik er weer 10 ga weggeven. Dankjewel voor het kijken naar deze video en ik hoop je weer terug te zien in mijn vlogs. Doei!